buurtbewoners van de Van Delenshof in Druten zijn blij. Eindelijk wordt de houten brug in hun buurt vervangen. Ik heb een herseninfarct gehad. En nou, anders kon ik over de brug lopen. En dat kan ik dus nou niet. En verder in het nieuws vandaag, synchroon zwemmen in een artistieke vorm. En de manege van Stichting CAP staat weer in het teken van de meifeesten. De houten brug bij de Van Delenshof in Druten, die al vanaf oktober niet meer toegankelijk is vanwege de slechte staat, wordt vervangen door een nieuwe stalen exemplaar. Dit tot opluchting van de buurtbewoners, die al lang wachten op een nieuwe brug. Het gaat de gemeente alleen veel meer geld kosten dan verwacht. De gemeenteraad stelde vorig jaar 15.000 euro beschikbaar, maar de voetgangers- en fietsersbrug gaat naar verwachting 40.000 euro kosten. Dat zijn de kosten voor een metalen exemplaar. Een nieuwe houten brug zou nog meer gaan kosten. Deze buurtbewoner is blij dat er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe brug bij de Van Delenshof wordt gebouwd. Ik heb een herseninfarct gehad. En nou, anders kon ik over de brug lopen. En dat kan ik dus nou niet. Want de houten brug is al enige tijd afgesloten. Bijna meer dan een half jaar. Vorig jaar zijn we gaan kijken wat er met de brug moest gaan gebeuren. Of we hem nog konden opknappen. Of dat hij vervangen moest worden, dat laatste bleek het geval. We hebben toen gekeken van vervang hem één op één in het hout. Nou goed, die prijs viel ons flink tegen. Toen zijn we gaan kijken naar alternatieven of een duiker of een stalen. Nou, een stalen brug die bleek net zo duur te zijn als een houten brug. Toch kost de brug zo'n 40.000 euro. Het is een flinke brug en hij moet gewoon compleet vervangen worden. Dus en u weet, de materiaalprijzen in de afgelopen jaren flink gestegen. Daar zit natuurlijk in. Maar goed, nogmaals, we proberen nou voor een duurzame oplossing te kiezen. Maar in de toekomst vallen de kosten wel mee. Ja, uiteindelijk als je gaat kijken op tijd van de levensduur van zo'n brug, is de stalen brug gewoon voordeliger. Nou, in principe de stalen brug is grotendeels onderhoudsvrij. Dat zal over een aantal jaren zal er klein onderhoud zijn, maar dat is minimaal. Ton snapt de keuze voor een stalen brug. Een ijzerbrug, ja, zoals ze vertellen, is natuurlijk goedkoper. Nou, en dat kan ik wel begrijpen hoor. Want een houten brug kost een hoop geld. Ja. Dus dat betreft dan vind ik het niet erg. Op donderdag 25 mei zal het college het plan voor een stalen brug voorstellen aan de gemeenteraad. De raad beslist uiteindelijk of een nieuwe brug ook echt van de grond komt. Sinds 1 januari is Nijmegen-Noord een nieuwe zwemclub rijker binnen het synchroonzwemmen. Toch is dit niet zomaar een zwemclub. Ze richten zich op een artistieke manier van zwemmen. Onze verslaggever nam vandaag de proef op de som en nam een duik in deze bijzondere sport. AZN is een nieuwe zwemvereniging, Artistiek Zwemmen Nijmegen. Oftewel synchroon zwemmen, dat is wat wij doen. Dat deden we voorheen in Eindhoven 4 keer per week en bij andere verenigingen. En nu hebben wij sinds 1 januari besloten om het in Bemmel vorm te gaan geven, zodat we dat dichter bij huis kunnen doen. Er is nu dus een vereniging dichter bij huis. Maar de kwaliteit van de training is natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, in Eindhoven bij PSV gaven ze goede trainingen. En daar hadden de zwemmers, had de zwemmer het naar zijn zin. En je gaat voor de kwaliteit, ga je ergens naartoe. En dat konden we vinden bij PSV. Maar we hadden ook zoiets van, ja, kunnen we de kwaliteit niet zelf hier ook neerzetten? We hebben in de afgelopen 10 jaar heel veel geleerd wat betreft artistiek zwemmen. Wat wij geleerd hebben in de afgelopen 10 jaar, dat passen we nu toe en dat verbeteren we of passen we aan naar ons eigen stijl en zetten we dan op die manier in. Noah beoefent deze sport al 10 jaar en weet dus wel wat het zo leuk maakt. Ik denk dat het heel uitdagend is en het is eigenlijk, ja, het is nooit hetzelfde. Dus je kan eigenlijk altijd, je kan altijd jezelf uitdagen en altijd verder trainen. Dus het is eigenlijk nooit saai. Je hebt echt uithoudingsvermogen nodig. En je moet natuurlijk sterk zijn, lenig. En hard trainen. Onze verslaggever probeerde het ook zelf uit. Jij hebt het geprobeerd. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, niet heel best. Dus lastiger en vermoeiender dan ik dacht. Maar vond je het wel leuk om een keer te proberen? Ja, om te proberen wel. Maar ik denk dat ik het toch mooi op het voetbal hou. Een goede indeling van de training is belangrijk voor de ontwikkeling van sporters. Bij AZN doen ze dit daarom ook in goed overleg. Trainingen die op dit moment
wij zijn van mening dat een sporter best voor een heel groot deel zelfregie mag hebben tijdens zijn training. Dus de sporter die bepaalt eigenlijk min of meer mee wat er tijdens de training gedaan wordt. Daar wordt dan natuurlijk wel naar gekeken of dat allemaal wel past. Maar dat is eigenlijk hoe onze trainingen hoe de basis van onze trainingen is dat wij dat samen met de zwemmer invullen. En uiteindelijk hebben we dan een programma wat bij de zwemmer past. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Deze week staat de manege van Stichting CAP weer in het teken van de meifeesten. Wat je hier zoal kunt doen, zie je zo. Krakersgroep Chantien heeft voor de vierde keer een pand gekraakt in het centrum van Nijmegen. Dat laat de groep weten op Instagram. Dit keer gaat het niet om een pand van vastgoedmagnaat Ton Hendricks, maar om een van Ronnie Rosenbaum. Volgens hen een vastgoedmiljardair die niet alleen diens panden laat verkrotten, maar ook verdacht werd van witwassen voor Willem Holleder. De wijkagent had de groep dinsdagmiddag al direct in de gaten. Het is niet bekend of de politie actie heeft ondernomen. Volgende week donderdag vindt het Radboud Festival plaats, waarmee de universiteit haar 100-jarig bestaan viert. Vandaag werd de line-up aangevuld met onder andere historicus Maarten van Rossum, die een van de headliners zal zijn. Verder zijn er optredens aangekondigd van onder meer Sinan Kan, De Speld Live, Rutger Bergman en Chips. En het merk Loa, bekend als de hoofdsponsor van de Nijmeegse Vierdaagse, heeft inmiddels een viertal bijzondere t-shirts in hun assortiment. Hierop staan namelijk de vier wandelroutes van de Vierdaagse afgebeeld, met daarnaast de belangrijkste doorkomstplaats. Ook de kleuren van de shirts corresponderen met de bewuste wandeldagen. Zo is die van Elst blauw, die van Wijchen roze, Groesbeek is groen en Kuik is oranje. Paardrijden door het bos, een les in dierenverzorging of juist klusjes doen op de manege. De meifeesten bij Stichting CAP zijn inmiddels weer begonnen. Bij deze feesten is het de bedoeling dat mensen vanaf een leeftijd van 6 jaar, met en zonder beperking, een week lang alleen maar leuke activiteiten doen op en rond de manege. Nou, we hebben net een modeshow gedaan, een catwalk. En we zijn nog even het bos in geweest, een klein bosritje gedaan. We doen ook koetsenrijden hier en paardrijden. Er is dus van alles te doen op de manege. Een en al gezelligheid. De kinderen aaien bijvoorbeeld paden en helpen natuurlijk ook mee met het schoonhouden van de manege. En dat bevalt ze wel. Ja, ik vind het ook wel leuk bij je ponykamp en zo. Ja, ik vind het leukste altijd op paarden rijden en met de koets en zo. Ja, dus dat. Zijn de paarden ook een beetje lief? Ja, zeker. Stichting CAP is de organisator van dit alles. Zij vinden het belangrijk dat er iets gedaan wordt voor deze kinderen, zodat ze een aantal leuke dagen voor de boeg hebben. Stichting CAP is Centra voor Aangepast Paardrijden. En wij geven mensen met en zonder beperking paardrijles. En we organiseren nu de meifeesten. We hebben huifbedrijden en dagbesteding, koetsritten. En dat is op de andere locatie op de Winkelsteeg. Nou, wij willen heel graag kinderen met en zonder beperking een beetje met elkaar laten integreren. En een leuke activiteit te bieden in de vakantie. Dus ponykamp, het is een beetje een ponykamp idee. Maar dan zonder het slapen, want dat wordt wel een beetje heel ingewikkeld hier. En vandaar de meifeesten of soms doen we de zomerfeesten. En kinderen met en zonder beperking kunnen samen hier van de paarden genieten. De manege ligt aan de rand van Nijmegen. Erg mooi tussen het groen dus. De stichting zelf is zeer tevreden met deze locatie. Nou, dit is een hele mooie accommodatie. We hebben hier de paarden, de bossen, rustruimte, cavia's, kleine dieren hebben ook. En we hebben... En het is een hele lekkere, rustige omgeving, vooral in de vakantie. En we hebben leuke paarden. De stichting organiseert dit met veel plezier. En als het aan hun ligt, is dit zeker niet het laatste jaar dat ze dit organiseren. Ja, als er genoeg animo is, willen we dat graag organiseren. Ja, het is superleuk. Je bent lekker buiten met de paarden bezig. En hartstikke gezellig met de kids. Dus... iedereen mag meedoen. Na het kleine dipje dat we vandaag in de temperatuur hadden, gaat het morgen weer de goede kant op. Er staat een zonnige woensdag voor de deur met hooguit wat sluierbewolking. Het blijft verder ook droog bij een temperatuur van 15 graden. Donderdag doen we nog een schepje bovenop en wordt het zelfs 21 graden. Bevrijdingsdag belooft dan weer een meer wisselvallige dag te worden. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 18 graden. Maar ook zullen er enkele pittige buien overtrekken.
Het is alleen nog de vraag of deze ook onze regio bereiken. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En al onze uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe aflevering van Mert Praat. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.